Ik werk al sinds 5 jaar bij Elia in het team van Civil Works. Wekelijks houden wij werfvergaderingen, oftewel bij de aannemer zelf of op de site. En doen we ook werfbezoeken om eventueel technische problemen die voorkomen uit de werf te kunnen bespreken. Ik zit in het directiecomité van Elia. Ik ben daar verantwoordelijk voor community relations. Ik werk nu ongeveer 16 jaar bij Elia. Toen ik startte bij Elia was er geen enkele vrouw op niveau van directiecomité. Ondertussen zijn we met 3 vrouwen op de 7 leden van het directiecomité. Dat is toch een grote verbetering. Je travaille chez Elia depuis 28 ans et je suis localisée ici au service center de Gouy-les-Piétons. Ici, le service administratif est géré par 2 femmes. On collabore avec les techniciens sur le terrain et nous avons énormément besoin les uns des autres au quotidien. Ja, ik denk inderdaad dat het belangrijk is om evenwicht te vinden tussen mannen en vrouwen in een bedrijf. Ik merk wel dat een zachte aanpak van een vrouw soms wel helpt in conflicten dan de hardere hand van de mannen, wat dan misschien wel een positieve evolutie kan zijn binnen het bedrijf. Ici dans un service center, les femmes sont vraiment très bien reconnues. On est une petite famille. Ik heb ook een tijdje 4/5 gewerkt. Dat heeft geen enkele impact gehad op mijn carrièreverloop. Binnen Elia zijn we ook heel erg flexibel, dus mensen kunnen makkelijk van thuis werken, kunnen op vanuit verschillende sites werken. Bovendien ja, heeft Elia heel mooie projecten, is het een hele uitdaging en heeft het ook heel wat voldoening. Ik denk dat het zeker wel geapprecieerd wordt om een vrouw in het team te hebben met het enthousiasme dat dat met zich meebrengt en ook voor de sfeer en de gezelligheid. Thank you.